Nou, hij kookt bijna de soep. Dus ik heb... Hoi, welkom op Vraag het Suus. Vandaag ga ik laten zien hoe je heel snel een groentesoep kunt maken van wat restjes. Ik had nog wat bouillon over van de haché die ik van de week heb gemaakt en ik vond het zonde om het weg te gooien. Als je trippeltrappelpootjes op de achtergrond hoort, dat klopt, want ik heb een logeetje en die volgt mij waar ik ook ga. Dus ook nu ik aan het opnemen ben. Geen schort, want die zitten na alle haché en andere kookvideo's in de was. Die hangt inmiddels aan de lijn, dus even gewoon in gewone kleren vandaag. Wat heb je nodig? Nou, ik had nog een heel klein stukje prei over. Ik had nog een worteltje liggen. Ik had nog een klein rood uitje liggen. Ik had een bloemkool gekocht, dus daar kon ik mooi een stukje van pakken. En ik had nog een beetje bleekselderij. Nou, dat heb ik gepakt en dat ga ik gebruiken. De bouillon die ik had, daar zat ook vlees in. Dat vlees dat had ik er van tevoren al uitgehaald. En dat heb ik er nu dus weer bij gedaan in het bakje. Want dat hoefde dus niet in de haché, zoals je kunt begrijpen. Oké, we gaan beginnen. Het is een beetje lastig te zien met de zon zo. Maar hier ligt een beetje vermicelli. Ik geef denk 20 gram. Een stukje bleekselderij. Een klein worteltje. Een klein uitje. Een roosje bloemkool. Ik had nog wat maggi-groenten in de maggi-planten in de tuin. Daar heb ik wat van gepakt. En ik had nog een klein stukje prei. Verder heb ik nog een bakje met bouillon. Dat zal ik er even bij pakken. Een bakje met bouillon. Nou, dat is dus over van gisteren. En daar zit dus al het vlees in. Dus er zit in verhouding best veel vlees in. En misschien dat ik nog wel even extra wat een kruidenbeltje erbij in doe. De pan zet ik op het vuur. Doe ik een drupje boter bij. Of olie, net wat je wil. En daar ga ik de groentes even in aanzetten. Heel kort, even de ui, de prei en de wortel en de bleekselderij en de bloemkool. Heel kort, echt een minuutje of twee, maximaal. Dus ik doe alvast de ui erbij, de prei erbij, de worteltjes en de bleekselderij. En tot slot de bloemkool. En dat ga ik even aanzetten. Dus eventjes... Een beetje aanbakken heet dat. Heel kort. En als dat is aangebakken gaan we eigenlijk al verder met de rest van de soep. Want we willen dat het gewoon een heldere soep blijft. Als je nou wilt dat de vermicelli zo meteen ook ervoor zorgt dat de soep helemaal helder blijft. Dan moet je de vermicelli apart koken. Dat ga ik niet doen, maar als je het apart kookt weet je zeker dat het helder blijft. Nou, nu hoor je dat het gaat sisselen. Dat is ook de bedoeling. Alvast een beetje smaak afgeven. Ik doe hier alvast een beetje peper over. En een heel klein beetje zout. Want zoals je herinnert heb ik geen zout toegevoegd aan de bouillon de vorige keer. Die doe ik nu wel. Kijk, en het is natuurlijk het mooiste als je even alle groentes apart doet. Nou, dat doe ik niet. Dit is een snelle groentesoep. Ik vind hem zo prima. Dan pak ik de bouillon. Daar heb ik nog wat water aan toegevoegd. Want anders werd het een beetje weinig. En dan mag die aan de kook komen. Nou is het natuurlijk super lekker om er nog gehaktballetjes in te doen. Nou, die heb ik gelukkig altijd kant-en-klaar in de diepvries. Die maak ik in een grote portie. En ik doe er een half kruidenbeltje bij in. Laat ik eens even kijken hoe dan de smaak is. Dan mag hij aan de kook komen. Dan doe ik de deksel erop en kom ik terug als hij aan de kook is. Nou, hij kookt bijna de soep. Dus ik heb hier nog wat maggi-plant. Pas daar echt mee op. En... Een beetje vermicelli. Ik heb het gewogen, inderdaad 20 gram. Dat mag er ook nog even in.
En dan als het aan de kook is, mag het even 10 minuutjes koken. En dat is puur omdat de vermicelli 10 minuten moet. De groenten zouden al wel iets eerder gaar zijn, vermoed ik. Dus ik kom straks bij je terug met het eindresultaat. Nou, dat was de groentesoep. Hij is heel makkelijk en snel. In een kwartier staat hij op tafel. Het snijden kost niet zo heel veel tijd, omdat je overal maar hele kleine stukjes van gebruikt. Ik hoop dat je een leuke video vond. En hierboven, bij het i'tje, kun je nog veel meer video's vinden. Dus daar zou ik even een kijkje nemen. En dan kun je nog allerlei kookvideo's en vlogs vinden. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video of tot een volgende vlog. Doei!